What the fuck is this piece of shit? Yes, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Sneakerplaats show nummertje 41. Ik heb hier prachtige sneakers voor mij. Nike Air Max One Museum Masterpiece. En je ziet hier al aan de doos dat het een hele interessante schoen is, want de doos zelf is ook al heel interessant. Met hier een doorschijnende Nike swoosh, een bubbeltje, maar daar ga ik straks over hebben. We gaan gewoon meteen bespreken en de unboxing doen van deze Nike Air Max One Museum Masterpiece. You don't want to be like this. This is disgusting. This is awful in every way. If I could kill it, I would. But I legally can't. But I've considered it. Leukste gedeelte van de Sneakerplaats show, zoals gewoonlijk, de unboxing van deze Nike Air Max One. Deze Nike Air Max One Museum Masterpiece komt dus ook met een hele mooie doos, een hele interessante doos. En creppapier heeft dan eigenlijk een beetje dat construction-achtige work van Nike. Hier zijn ze dan. De Museum Masterpiece. Maar eigenlijk, voordat ik begin te praten over deze schoenen, begin ik even over de schoenendoos, want het is een echt een hele interessante. Ze hebben hier de Nike swoosh uitgesneden, waardoor het doorzichtig is. Dus je kan er doorheen kijken. Wat je hier ziet, ja, je ziet dan de creppapier aan de andere kant. En hier heb je dus een bubbeltje, hebben ze ook uitgesneden. En aan de andere kant ook. Het heeft een beetje een soort van roestachtig effect. Een hele, ja, hele stoere, toffe doos van Nike. Ik zou hem eigenlijk niet willen gooien, dus ik leg hem hier hartstikke mooi neer. Hey, de Nike Air Max One Museum Masterpiece, want daar gaat het om. Het is een hele interessante schoen. Met die big bubble, dus voor sommigen even wennen, voor ons ook. Maar het staat wel goed bij deze sneaker. We hebben hier bij de midsole een effect van spartelpoets genomen. Maar dat is eigenlijk ja, de structuur wat je dan op de muren en plafonds smeert. Wat ze hier dan ook mooi hebben toegepast. Een beetje dat idee van het kunstzinnige. En ze hebben eigenlijk bijna de hele sneaker bedekt met een voelbaar patroon wat een beetje op marmer lijkt. En het voelt een beetje gek aan of zo. Het is net geen plastic, dat wil ik niet zeggen. Het is wel wat comfortabeler, maar het is wel voelbaar. Ja, waarmee kan je het vergelijken? Ja, ik denk ja, een marmeren muur of zo. Of een abstract schilderij, zoiets. Iets in die richting. De tong hebben ze wat meer flexibel gemaakt, hebben ze een mesh aan toegevoegd. Ze hebben een suede labeltje toegepast met het Nike logotje als een debossed erin gedrukt. En op de achterkant een borduring met het Nike logotje. Binnenkant van de zool, echt iets over Tinker Hatfield, interessant verhaaltje. En in de andere insole staat Please do not step on the art, zoals deze Nike Air Max One Museum Masterpiece. Een leuk, interessant schoentje. De detailshots die vertellen jullie meer over deze sneaker, dus daar gaan we nu meteen heen. De detailshots, deze Nike Air Max One.
What the fuck is this piece of shit? Ja, beste sneakerfanaten. Ik heb een nare mededeling voor jullie, want dit is alweer het einde van de Sneakerplaatshow. Maar niet getreurd, want we zijn de volgende keer gewoon weer bij met nummertje 42 van de Sneakerplaatshow. Andere sneakers dan deze Nike MX-1 Museum Masterpiece natuurlijk. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Geef een duimpje als je het een leuke video vond. Zet de melding aan, zodat je niks mist. En wat ik zeg, abonneer op dit kanaal, want we hebben heel veel aan. We hebben al 1,63.000 volgers zo op dit moment. Dus het gaat de goede kant op. Dankzij jullie, hartstikke bedankt. We gaan nu naar de Elm of the Week. En voor nu, slaap lekker en tot de volgende Sneakerplaatshow nummertje 42. Vier robuuste klophamers. Hoe was de show? Beetje kunnen smikkelen van die hete Nikes. Nu je toch op die luie bank zit of aan de tafel in de trein of bij je grootmoeder met een glas melk en zoute haring, dan kan je toch best even abonneren op dit kakelverse, glimmend en knapperig kanaal. Vind je het een leuke video? Dan pomp je zo'n mals duimpje voor de lof. Als je de meldingen aanzet, dan weet je ook zeker dat je niks mist. Dus ik zeg, let's go. En tot snel, kijkers en kijkerinnen.